Hey, mijn naam is Mark van Motor Claimcent TV en in deze video vertel ik je meer over de Shark Nano, beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. Motor Kleding Center, de specialist in motorkleding. Shark Nano is een modern gevormde jethelm, een beetje modieus gevormde. Je ziet al ronde accenten, dat is weer wat anders dan de rest. Een rondaflopend vizier wat naar binnen afbuigt, ziet er leuk uit. Polycarbonaat schaal, 1200 gram, vrij licht voor een jethelm, vooral met zoveel opties die ik jullie allemaal straks ga laten zien. En prijs rond de 180 euro voor de unikleuren, iets meer dan 200 euro voor de printjes, is dat helemaal niet gek. Pasvorm is ovaal en dat wil zeggen dat je voorkant van je hoofd tot aan je achterhoofd wat langer is en van links naar rechts ietsje korter. Wat je wel ziet is dat deze helm vrij strak op de wangen sluit, dus heb je een wat smaller gezicht, pas je de Nano gegarandeerd. Het vizier is 2,2 mm dik, voorzien van een anti-krascoating en een anti-condenscoating aan de binnenzijde. En is heel makkelijk te verwisselen door hem gewoon uit te trekken. Op deze manier kan je de binnenkant van het vizier makkelijk schoonmaken. Op het vizier zie je ook dat aan de onderkant een open randje zit, waardoor je toch een beetje ventilatie aan de binnenkant krijgt. En je steekt hem zo weer terug. Bij de meeste jethelmen zie je als je het vizier open doet dat het vizier echt omhoog staat. Omdat deze rond afgelijnd is, zie je dat hij mooi over de helmschaal heen valt en dat je eigenlijk bijna niet ziet dat hij open zit. Standaard op deze helm ingebouwd zonnevizier, bedien je door deze schuif. Werkt heel mooi, ook tot lekker laag, dus je hebt ook geen rand, maar hij zit er volledig over je ogen heen. Ventilatie, zoals ik al zei, hier een open randje en aan de bovenzijde een hele grote luchthapper die afgesloten is door een rubber. Dopje. Als je die eruit haalt, zit hij in een hele grote opening, waardoor de ventilatie door de helm heen kan gaan. Doe je deze weer terug in, dan is de helm weer waterdicht. Als je dat niet doet, loopt het water via de bovenkant naar binnen. Extra's op deze helm is een brillengootje. Hier zit geen voering, waardoor je heel makkelijk de bril er doorheen steekt. Andere zijde natuurlijk ook. En deze helm is volledig voorbereid op Bluetooth. En dat zul je zien als ik de voering eruit haal. De voering is van heel zacht, comfortabel materiaal. Hij zit met klittenband vast. Je ziet hier aan de binnenkant dat je de speaker van het communicatiesysteem in een verzonken gedeelte kan plaatsen. Waardoor je hem ook niet voelt als je de helm op hebt. En dan heb je de wangkussens. De binnenpad zit bij de wenkbrauwen vast, zodat je geen drukpunt op je voorhoofd hebt. Klik je er zo uit. En die zit ook weer vast aan de nekrol. En de nekrol zorgt ervoor dat hij langs je nek goed afsluit, zodat je de helm minder lawaaierig wordt en dat je geen koude lucht aan de binnenkant krijgt. Aan de binnenkant zie je ook de grote inlaat voor de ventilatie. En de groeven in de helm zorgen ervoor dat de ventilatie ook door de helm heen kan en dat hij er ook aan de onderkant weer uit kan. Op die manier heb je maximaal het voordeel van je ventilatie. Sluiting is een microbuckel. Heel simpel, haalt hem los door het rode koordje en kan hem iedere keer helemaal naar wens afstellen. Dit was de review van de Shark Nano. Wilt u meer informatie of wilt u deze helm bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende review.